Hier ben ik, admiraal Lumey. Eigenlijk heet ik Willem van der Mark, Heer van Lume. Ik ben de leider van de watergeuzen, de kapers en de veroveraars op zee en de wateren in de Nederlanden, zoals ook het Haarlemmermeer. Willem van Oranje zelf heeft ons gevraagd speciaal de Spaanse schepen aan te vallen. En dat doen we nu onder mijn leiding. Willem van Oranje is een leugentapper, hij waait met alle winden mee. Hij vindt die papen goed, maar de gereformeerde legt hij ook geen strobreed in de weg. Hij is bevriend met die duivel, die duivel van een Spaans koning. Maar hij vindt hem wel te streng voor ons. Ach, hij weet gewoon niet wat hij wil. Nou, ik zal hem eens laten zien wat ik wil. Weg met die Spanjaolen en weg met dat paapse gebroed. Op 1 april lagen wij met onze schepen vlak voor de kust bij Den Bril. En ja, ik, ik... Heb den bril op 1 april ingenomen. En die duivel spechten van een soldaat eruit gekieperd. Ik heb het aantal paapse monniken die uit Gorkem kwamen laten ophangen. En oh ja, een vriend van Oranje, een priester die kan het ook niet meer navertellen. Hier was Oranje uiteraard niet blij mee. Nee, de afspraak was dat ik niemand meer zou doden. Maar van mij mogen die papen verrekken. Ik was ook woedend, woedend toen die Alva Egmond en Hoorn niet onthoofden. Ik heb toen gezworen mijn nagels, mijn baard en mijn haren te laten groeien. totdat ik wraak genomen had. Dat bezorgde mij de naam Overste Langnagel. Ha, ja, de mensen waren bang voor mij. Toen ik in Haarlem was, ontmoette ik Cornert. Ook zo'n vriendje van Oranje, hij was secretaris van de Staten van Holland. Ja, ja, een mond vol. En wat was ook alweer uh, zijn eerste taak? Nou, om al mijn zogenaamde vreedheden en misdaden op schrift te stellen. Ha. Zodat ze mij in het gewang konden stoppen. Ik zeg stank voor dank. Toen ik dat hoorde, ben ik heel kwaad geworden. Ik heb hem gezegd dat ik hem zou afmaken. Nou... Toen wist Cornet niet hoe snel hij weer naar Duitsland moest vluchten. Hij is geen drie maanden secretaris geweest. Wat een lafbekker.